dag en had ik gisteren en eergisteren. Oké. Goedemorgen. We zijn live. We zijn er weer. Op de zaterdagochtend. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er weer zijn. Goedemorgen. Nou, even serieus. Zo'n goedemorgen was het niet. Beter morgen dan gisteren. Ja. Gisteren kon ik echt niet zo heel hard lachen. Gisteren had ik een beetje een kaalslag. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, heeft iedereen wel eens. Maar ik vond het best een pittige week. En als ik zo op mijn kanaal kijk, dan zie ik dat steeds dan meer mensen best wel pittige weken hebben weer. Terug aan het werk. Een beetje de confrontatie aan met de samenleving op dit moment. Ik had even genoeg Matrix gehad na 2 dagen training geven. Ja, nou ja, kijk, en dat is ook... En nogmaals, we kunnen altijd love and light en high vibes en hup. Maar in het echte leven is het niet zo. En het is, wij zijn wat dat betreft net als iedereen. Soms hebben we ook een kutdag, een kutweek, een kutmaand soms. Dus ja, het is zo. En dan zit het gewoon even tegen. En dan gebeuren er even andere dingen. Hey, en dat is dan ook synchroniteit, hè? Want als er iets tegen zit, dan zit ook alles tegen. Alleen, ja. Jij deed gisteren een overboeking en je hele spul is geblokkeerd. Oh ja, alle banken gingen bevriezen. Dat ik gelijk dacht, ik sta op het lijstje met Blue Tiger. Weet ik het allemaal niet. Nou, ik heb het ABN nog niet kunnen bereiken, maar ik schrok wel even. En het is sowieso bloedirritant dat er wordt gezegd, bel hier naar de bank, 24/7 bereikbaar. En het is gewoon niet zo. Nee joh, ik had dat. Ik had fietsletels kwijt. Ik had grootstenen verstopt. Ik had kinderen. En ik had echt al best wel een pittige week gehad. Dus nee, ik kon er niet om lachen. Ik zou eigenlijk naar Daniel zijn, dat heb ik even verzet. Want daar wordt niemand blij van. Ik sowieso niet. We zijn naar de film geweest en dan moet ik al mijn best doen met alles wat daar ook weer over je heen komt aan programmering en symbolen, de Disney films. Dus, genoeg. Nou ja, kijk, en ook, dan wil ik daar even op inhaken, ook mensen zullen lezers zijn, zie je wel, ze is niet wakker, want ze gaat naar een Disney film met haar kinderen. Luister mensen, alles in deze hele wereld is kabaal. Alles is kabaal. Alle software die we nu gebruiken is kabaal. Je ontkomt er niet aan. En je kinderen, jij ook, ik weet hoe jij bent. Je probeert je echt te beschermen voor van alles en nog wat. Maar niet iedereen is bezig op het level waar wij aan bezig zijn. Nee, en ik kan mijn kinderen daar tot op zekere hoogte in meenemen. En dat zullen alle ouders ook herkennen. En ik ga er gesprekken aan en ik maak ze wijs aan beide kanten. Ja. Maar ze zullen moeten kunnen functioneren in deze maatschappij. Als ik ze eruit haal, dan doe ik ze ook geen plezier en leren ze ook niet autonoom te worden. Dus zoiets als in een film zitten, ik vertel ze ook heus wel een klein beetje over hoe Disney in elkaar zit. En... voor mezelf, als ik naar een film ga, ik ga met een andere intentie daar zitten. Ik bescherm mezelf om niet te laten binnenkomen wat er eigenlijk in de programmering doorgegeven wordt. Zelfs als ik een krant lees, dan zie ik ook de beide lagen die erin zitten. En daar zeg ik tegen die onderste laag, zeg ik nee. Dat is wat je onbewust in de energie kan doen. Mijn kinderen zullen ook gewoon ergens een beetje een normaal leven moeten kunnen leiden met een beetje normale moeder. Dat is wel een hele uitdaging. Nee hoor, ik choose your battles, zeg ik altijd. Op sommige punten is het gewoon geen discussie, gaan we niet doen, dat eten we niet, dat drinken we niet, dat doen we niet, daar gaan we niet heen. Maar ja, ze willen ook een keer naar de film, maar daar word ik niet heel blij van hoor. En ze willen ook een keer naar de film. Dus is ook zoiets wat er bij mij heel snel doorheen komt. Maar ja, dat is het met kinderen. Als je het helemaal weg gaat halen, ja, dan wordt je behoefte, dan wordt het alleen maar groter. Dus het is een beetje zoeken naar balans. Ja, nou ja, en dat is het dus. Het is balans en ja, nou, dus dat. We zitten nog niet boven op een berg ergens ver van alles. Nee. Ik leer ze kritische vragen stellen. Ik leer ze bewust te zijn over de boodschappen die overal in zitten. En daar zelf ook een eigen geluid in te ontwikkelen. En in sommige dingen mogen ze dat wel en andere dingen niet. Nee. Dus, zo sta ik erin. Nou, in de wereld van ontwaken. Jij hebt laatst een gesprek gehad van de week met iemand die jij kent, heel goed kent. Echt wel een ontwaakt persoon. Die is volgens mij een poosje weg geweest naar het buitenland, komt terug. Ik denk van yes, en nu gaan we
actie even ondernemen. Ja, ja, ik kreeg van hem een bericht dat mijn boek in de winkel ligt. En die ken ik niet, dat is juist het mooie. Maar die blijkt mij ook te volgen. Heeft een ontzettend groot bereik. En die vertelde dat hij inderdaad begin corona terug was gekomen vanuit het buitenland. En dacht, god, dan kom ik nu hier doen waar ik eigenlijk met mijn winkel mee was begonnen. Ja, tot de teleurstellende bevinding komen dat het publiek daar toch nog niet klaar voor was. En hij had juist het spirituele ontwaakte publiek, hè? Juist. Ja, en daarin merk je dat ontwaken is echt een heel groot begrip, hè? Er zit, als je echt wakker bent, betekent dat dat het een proces is om mentaal wakker te worden, mindcontrole te gaan zien in jezelf, in de samenleving, om emotioneel te zien wat er schade is in jezelf, in de samenleving, fysiek te zien waar de controle zit, de blokkades op licht, water, voeding. Nou, daar beginnen de meeste mensen eigenlijk. En daar zelf ook doorheen te breken en ook uit die programmering te komen. En spiritueel ook te gaan zien dat wij als mens veel meer gaven hebben. Heel veel mensen pakken één ingang, hè, komen ergens mee. Maar alleen spiritualiteit, love and light, nou dat zeggen wij sowieso altijd. Dat is niet, daar komen we er niet mee. En dat is niet het complete proces van wakker worden. Dan nog zal je door dat hele proces heen moeten van begrijpen wat mindcontrole is. En hoe jij daar ook onderdeel bent van bent door je opvoeding, door je onderwijs. En nou ja, goed, door de regering, de politiek, de cultuur waarin je zit. Dus het heeft een ontzettend complex vraagstuk is het. Financieel, politiek, cultureel, spiritueel, psychologisch. Het is heel groot. Ja. En dat maakt het heel lastig behapbaar. En voor veel mensen veel te veel. En heel veel mensen hebben kleine stukjes. En nou goed, ik denk dat onze missie is om dat een beetje, de puzzel een beetje overzichtelijk te maken. Zodat je een beetje kan zien waarin jij in jouw proces mee verder kunt. Maar ja, was ook wel de bevestiging dat ja, de hele spirituele wereld ook nog niet echt wakker is. En ja, stenen en maandkalenders en wordt allemaal steeds hipper. Maar alleen wierook aandoen, een paar stenen in huis liggen. Ja, dat is nog niet. Nee. Ja. Kijk, het kan natuurlijk ook wel zijn hè, voor een heleboel mensen om een soort van bescherming. Snap je? Ik doe dat, dan... Ik voel me daar, ik doe dat dan niet, maar hè, ik voel me er goed bij. En het is een mooi begin. Ja. Het is een mooi begin. Het echte wakker worden zit echt in het doorzien van de donkere agenda die er regeert over de wereld. Dat is gewoon het allermoeilijkste. Ja. Dat zie je ook, dat daar mensen nu het meest op haken in het nieuws, in de hele vaccinatieagenda. Dat laatste stukje, dat je echt moet toegeven dat degene die waarvan jij op vertrouwde, dat die voor jou zouden zorgen, niet voor jou zorgen. Nee. Niet het beste met jou voor hebben. En ik probeer altijd tegen de meeste wakkere mensen hebben daar ervaring mee. Hebben ervaring dat ze keihard in het leven op hun bek zijn gegaan door te vertrouwen op familie, op overheid, op, nou noem maar op, en daar al zo'n klap van hebben gehad. Door die klap ben je nu in staat om vanuit dat wantrouwen kritisch te durven kijken. Als je niet zoveel hebt meegemaakt in je leven en je vol vertrouwen gewoon je hè, gezellig, leuk, dan is het heel moeilijk om te bevatten dat er zoveel donker in de wereld is. Ja. Dat er overal agendas achter zitten. Ik sprak net nog mijn lieve personal trainer. Die zei ook, ja Daan, maar jij ziet overal iets in. Jij denkt dat overal in de wereld er iets aan de hand is. Ja, als je naar boven gaat, als je boven alles gaat hangen, dan zie je ook hoe het spel in elkaar zit. Maar die helikopterview is en niet voor iedereen en lastig en ook niet leuk. En de meeste mensen zeggen ook, ja, waar maak je nou zo druk om? Hè? Het is toch gewoon, valt er wel mee. Maar goed, zien deze week dat het steeds minder mee gaat vallen. Ja. Nou ja, precies. Kijk, in Nederland, ik zie de eerste bericht alweer voorbij komen dat IC's vol raken. Volgens mij een ziekenhuis in Zwolle ligt helemaal vol. Trouwens, een heel luguber detail.
Als je dan de deuren zag van de IC-afdeling, er zit een raampje in. Er zit een raampje in de vorm van een doodskist, hè? Kijk, ja, serieus. Oh, gezellig. Hey, dames en heren, je kunt mij nog veel meer vertellen, maar er is over nagedacht, hè? Want normaal is het gewoon even een rechthoekig raampje. Maar dit was echt een ziekenhuis in, tenminste wat ik zag, een ziekenhuis in Zwolle. IC-afdeling, een raampje in de vorm van een doodskist. Nou, echt. Het komt allemaal goed, dames en heren. Nou, daar wil je dus niet heen. Maar goed, nee, dat vind nee. ik. Hè? Dat vind nee. ik. Nou, en, maar dat gaan we zien. IC's raken weer vol. Iedereen is weer in paniek. Nu afleiding. Laten we eerst maar even naar het buitenland gaan. Afleiding, Kabul, Afghanistan, Taliban. Ja. U roept maar. Ja. Biden. Ja, maar ja, wat we in de Nederlandse media echt missen, is een heel kritisch geluid naar het acteren van overheid hierin. Richting Nederland worden er wel wat vragen gesteld. Maar richting Biden zie ik in Nederland helemaal geen kritische vragen. Terwijl hij heeft een impeachment aan zijn broek hangen. En in Amerika wordt heel langzaam echt helemaal ondertiteld hoe vreemd het is hoe hij acteert. Sterker nog, zijn eigen staf gaat hem tegenspreken. Echt om duidelijk te maken, om rustig mensen wakker te maken dat deze man echt niet op de juiste positie zit. En niet het vertrouwen verdient. Nee, nou even voor de mensen. Kijk, wij hebben onze bedenkingen over Biden. Hè? Daar hebben wij natuurlijk van heel veel kanten gigantisch veel gedoe over gehad. Dan gaan we er even vanuit de echte Biden daar zit. Gaan we daar even vanuit. Nee. Dan schaam je toch echt de ogen uit de kop dat je president is. Überhaupt. Wereldwijd. Hè? Dus het machtigste land ter wereld. Die man is gewoon seniel. En als dat de echte Biden is, dan is dat gewoon erg. Dan is dat gewoon zielig voor die man. Maar het. Niet alleen zielig voor die man. Het is godverdomme. Het is levensgevaarlijk. Maar dat is het. Maar dat is het. Maar dat is het. Dat is wat ik hoop wat er nog zich verder gaat ontvouwen. Dat de media een bepaald beeld neerzet van iemand. Wat ook gebeurde met Trump. En de media in Nederland heeft een beeld neergezet van Biden. Alsof het een hele normaal functionerende man was. Sociale man. Hele ja. Sociale man. Terwijl als je. Zoals wij iets meer beelden tot je neemt voordat je een opinie formeert of een perspectief vormt, dan heb je kunnen zien dat er hele andere geluiden over Biden aanwezig zijn. En dat het een man is die stottert, vergeet, de pers niet toespreekt, een verleden heeft wat echt, echt, echt niet oké is in de Obama-administratie, de positie die hij zijn kinderen heeft gegeven. Dat klopt niet. Alleen dat is niet iets wat de mainstream media jou gaat vertellen. Kijk, normaal gesproken als een welke president dan ook, een zittend president, wat er nu gebeurd is in Kabul, dat eigenlijk een relatief klein leger zomaar Kabul overneemt. En zonder, in zo'n korte periode. In zo'n korte periode, zonder weerstand. Kijk, ieder andere president die had er lang af moeten treden, allang. Nou ja, dat had in ieder geval in gang gezet. En had anders geacteerd. Ja. En had anders geacteerd. Ja. Het geeft mij vertrouwen en een beeld dat dit echt gebeurt om het hele Amerikaanse volk wakker te schudden. En daar is heel veel voor nodig. Er wordt nu op Fox News, Hague Studio, een filmpje, wordt er echt bijna uitgelegd. Kijk nou hier, kijk nou daar. Dit kan toch niet? Dit is onze president. Hij valt gewoon af en toe weg, die man. Het is gewoon sneu om te zien bijna. Het is plaatsvervangend schaamtelijk om te zien dat een wereldregering, een wereldleider moet zijn, die nu zoveel levens riskeert. En niet alleen dat. Kijk, voor Amerika is het natuurlijk een beetje, als jij op Biden gestemd hebt, en stel dat, dus die mensen die zijn er, die moeten zich, dat kan niet, helder. Maar dan, alle wereldleiders, de andere wereldleiders, blijven hem nog steeds steunen. Er is geen openlijk verzet of openlijk kritiek. Zeker niet, vanuit Nederland zeker niet. Dus wat mij dat zegt, is dat langzaam in het bewustzijn van de hele wereldbevolking moet het heel langzaam ingemasseerd worden dat dit niet klopt, dat dit niet de goede kant op gaat, dat dit schokkend is. Alleen omdat het vertrouwen en het de autoriteit uit handen hebben gegeven zo diep geworteld zit in de mindset
en van de mensen, dat het ook heel langzaam losgemaakt moet worden. En pas dan kunnen mensen straks een ander perspectief accepteren. Als te snel er wordt gezegd, nou, Biden was niks. En hij zat verbonden aan de kabal. En dat zou in één keer naar boven komen. Dat is precies hetzelfde als jij op dit moment nu tegen iemand zegt. En ben je blij met je vaccin? Dat roept alleen maar afweer en weerstand op. Ja. Dat roept alleen maar cognitieve dissonantie op. En dan ontkennen en bagatelliseren mensen de realiteit. Omdat het te schokkend is. Dus heel langzaam, dat is wat ik zie, zal er in de wereldmedia, zullen er op verschillende punten op, in het nieuws gezorgd moeten worden dat mensen langzaam denken, misschien is dit toch niet helemaal de regering waar wij onze gezondheid en onze vrede aan over kunnen laten. Ja. Nou, misschien inderdaad, kijk, er zijn mensen, zijn echt slachtoffers gevallen, nu tenminste, dat is wat we horen in het nieuws. Amerikaanse soldaten zijn weer bij een aanslag over het algemeen omgekomen. Dus over het algemeen reageren Amerikanen daar niet heel positief op dat zoiets gebeurt. Dus of het escaleert, maar dan wereldwijd. Echt, of een impeachment wordt nu doorgezet. Biden wordt dan verwijderd. Maar goed, wat dan? Want die audit, hey, there is a hold-up. Because 3 van de 5 mensen hebben COVID gekregen. Ja, luister, ja. Ik weet je. Military is the only way. Dat is het enige wat bij mij blijft hangen. Echt zo. Daarom denk ik dat een escalatie best voor de hand liggend is op dit moment. Ja. Enerzijds zal er ook heel veel opgeruimd moeten worden in Afghanistan. En die rommel is gefinancierd en eigenlijk zelf gecreëerd. Er zal een heleboel moeten gebeuren voordat we hier uit gaan komen. Ja. Maar de auditresultaten worden vooralsnog nog steeds achtergehouden. Of door de kabal die echt alles eraan doen om het tegen te houden. Of door de whiteheads die zoeken naar de juiste timing en het juiste moment. En dat heeft alles te maken ook met het bewustzijn van wat de mensen kunnen accepteren. Dat heeft te maken met posities en opruimacties. Dat heeft te maken met dat alles op het juiste moment zal moeten gebeuren. En ja, dat is denk ik een beetje waar we naar kijken op dit moment. Ja, dan heeft een kritische noot, hele kritische noot, richting Trump. Want die man is altijd op zijn rallies, is altijd alles positief. Iedereen joehoe, johee. Maar de laatste keer ging het toch even wat minder vrolijk, omdat hij gewoon keihard nu zegt van neem het vaccin. En dat valt niet goed. Bij mij trouwens ook niet. Lastig hè? Ja, het is moeilijk uit te leggen. Het is moeilijk te kijken waar zijn positie nu is. Ik heb wel altijd gezegd, Trump is niet het draait niet om Trump. Nee. De hele White Hat, de operatie, de hele Great Awakening draait niet om Trump. Trump is niet onze redder. Trump is, denk ik, iemand die een grote rol heeft gespeeld in het voorsorteren. Ja, hoe ik het gevolgd heb, is dat hij wel heeft gezorgd dat er versneld een vaccin is gekomen, waardoor we minder lang in de maatregelen hebben gezeten die de economie kapot zouden maken. Doordat het vaccin er kwam, en een Whitehead vaccin zou een vaccin zijn waar mindere vormen of helemaal geen schade in zit. Zo kan ik me zijn agenda voorstellen. Hij heeft gezorgd dat er een uitrol komt van een vaccin wat minder schadelijk is dan als de kabal hem had uitgerold. Dat hij dat vaccin nog steeds promoot. Ja, het is zoeken naar de achterkant. Waar sorteert hij op voor? Wat is, wordt er ook altijd gezegd dat hij vaccins noemt. Bedoelt hij iets anders? Heeft hij het over arrestaties? Het wordt onduidelijk. Ja, het wordt onduidelijk. Maar in die rally zegt hij, jongens, take the vaccin, neem het maar, het is goed. Ik heb hem ook genomen, het is hartstikke goed. Ja, jullie hebben je vrijheden. Blablabla. Want er waren echt mensen die waren pist. Ja, jullie hebben je vrijheden, maar neem het vaccin nou. Kijk, dat kan twee dingen zijn. Wat jij ook zegt, hij heeft het versneld uitgerold. Hij heeft altijd gezegd dat de FDA is niet blij met hem. Voor hetzelfde geld. En dat verhaal gaat ook, en die versie gaat ook, dat er hydroxychloroquine in zit. Misschien ivermectine zit er misschien wel in. Of een andere werkbare stoffen. En in het eerste vaccin, maar goed, hij is nu al een jaar weg. En inmiddels is
Kijk, dat kan natuurlijk ook zijn. Inmiddels hebben we andere vaccins waar wel die hele dikke shitzooi in zit. Klopt. En die booster vaccins, alles moet er maar, weet je, zodat daarom. Lastig. Het is echt heel lastig op dit moment om te zien waar welke intenties zitten, wie waar bij betrokken is. Echt heel lastig. Echt heel lastig. Ik denk, kijk, als we de hele korte conclusie is en het is en dat blijft, zorg gewoon voor jezelf. Yes. Word autonoom, ook in niet alleen, sommigen doen dat met een papiertje of een paspoort, dat is het niet. Het is autonoom zijn en doen. In je denken, echt in je denken en in je voelen vooral. Hè? Laat je intuïtie je vertellen of iets resoneert of niet, of het goed voelt of niet. Laat de binnenkant leidend zijn, leef van binnen naar buiten en niet van buiten naar binnen. Dus zorg dat je goed kunt afstemmen en minder last krijgt van waar je in meegetrokken wordt, wat andere mensen vinden. Zorg dat je goed afstemt op jezelf. Wij doen dat ook. En soms zijn we het eens, soms zijn we het niet eens. Maar wij blijven ook altijd kijken naar meerdere perspectieven. En vraagtekens stellen achter. Wat zou dit betekenen? Klopt dit? Klopt dit niet? Bepaal voor jezelf. Spreek ook voor jezelf in deze tijd. Ja. Ik heb deze week gezien dat het voor best veel mensen nu de uitdaging is om zich uit te gaan spreken. Omdat je op sommige werkplekken, op scholen, nu uitgedaagd gaat worden. Doordat mensen die slapen ervan uitgaan dat iedereen zich laat vaccineren. Dat dat de oplossing is. In die aanname leeft de MSM je voort en de politiek je voort. Wat er van je verwacht wordt en wat de oplossing is. Als je op die lijn zit, heb je het gevoel dat je goed bezig bent en dat iedereen dat ziet. Maar het contrast is, ik heb er van de week een filmpje over gemaakt, dat er een paar mensen nu zijn die echt zullen moeten zeggen, ik denk daar niet zo over. En sterk nu op elkaar moeten gaan spelen, omdat er echt een confrontatie bijna wordt gezocht door die aanname. Durf te spreken vanuit jezelf. Ja. Ja, door te gaan zeggen, oh, dat zou jij ook moeten doen, of zie jij dat dan niet, en weet jij wel wat, dan treedt er weerstand op. Probeer te blijven zeggen, probeer te blijven praten vanuit jezelf. Ja. Ik merk, ik zie, ik hoor, ik voel. Ik voel dat dit het beste is voor mij. Ik maak graag de beste keuze voor mijn eigen lichaam. Ik blijf graag biologisch eten, gezond voor mezelf zoeken. Ik zoek natuurlijke oplossingen voor mijn immuunsysteem. Praat vanuit jezelf. En maak mensen bewust van het effect op jou door die dwingende agenda. Hè, durf te zeggen, goh, ik maak me daar zorgen over. Ik voel me daar vervelend bij. Dat het zo dwingend wordt. Durf mensen bewust te maken van het effect. Alleen dan gaan mensen langzaam ook voor jouw andere perspectief compassie voelen. Niet in het oordeel. Maar dat gaat echt de uitdaging zijn de komende tijd. Nou ja, kijk, gelukkig hè. Dan, laten we Amerika maar even wat voor wat het is. Want er is een dikke bende daar. En we gaan het zien. Ja, we moeten echt kijken waar dat nu heen gaat. Afghanistan, impeachments, audits. Het is een beetje een zootje. Maar laten we in de gaten houden welke kant het op gaat. Precies. Alle intelgroepen die wij ook volgen. Het is onrust. Hè. De hele week was weer onrust. Onrust, onrust. Het gaat gebeuren. De knop gaat om. Bla, bla, bla. Maar ja, hey. Nu gaan we weer kijken naar 9-11, hè? Ja. Want dat is 20 jaar geleden. Ja. Ja. Dus dat. Nederland. Je moet zometeen uitkomen voor waar je voor staat. Wel het vaccin of niet. Daar zit niks meer tussen. En de mensen die het vaccin genomen hebben, vinden dat ook de logische stap. Iedereen moet zich laten vaccineren. De meesten denken niet eens meer na. Nee. Gewoon vaccineren, jongen, want dan kunnen we verder. Maar goed. Wat je wel ziet, door het hele Formule 1 gedoe, wat er nu aan de hand is. Ik hoop trouwens dat Max wel wint. Maar goed. Is er wel weer een discussie op gang gekomen. Ik zag gisteren of eergisteren, ik weet niet meer. Een heel klein stukje was op, iemand had dat gedeeld. De Frans Bauer, die zat bij Umberto. Ja. En, hè? Ja. Maar hij zegt het wel. Ik weet niet of die man gevaccineerd is of niet. Hij zegt het wel. Hij vraagt, ik vind niet dat dit openbaar zo maar opgedrongen moet worden aan iedereen. Om dat te zeggen, ben jij gevaccineerd of niet? Dat gaat jullie niks aan. Goed zo. En hij werd me aangevallen door die Frits Wester. Potverdorie. Ja.
Ja. Nou, om het gaat, de discussie gaat nu de samenleving in. En ja, als je al langer wakker bent en ziet wat voor onzin is sinds het begin van corona, lijkt het zo lang te duren dat andere mensen het nu ook gaan zien. Maar dat is wat het is, hè. Er komt een discussie op gang, zei het dan in godsnaam maar via de Formule 1. Ja, mij verbaast het ook, want ik denk je nou echt dat Prins Bernhard zich daar werkelijk druk over maakt, dat die daarmee bezig is. Nee, dit is echt, echt bedoeld om mensen wakker te schudden en te triggeren. Hè? Het is echt om mensen te triggeren. En blijkbaar, als we op die knoppen gaan drukken, Formule 1, de dance scene, ja, en onze kinderen gelukkig en terecht. Hè? Als we die het moeilijk gaan maken, dan komt gelukkig wel een beetje felheid op gang. Want dat mist, dat mist. Mensen zijn zo mak en zo braaf. Ja. Ja, er is gewoon sprake van een vorm van tirannie die hier aan de gang is. Laten we niet vergeten dat we te maken hebben met een demissionair kabinet. Waar zitten we in? Maar we accepteren het allemaal. We gaan vrolijk gewoon weer verder, niks aan de hand. Mensen moeten wakker worden en getriggerd worden. Ja. De bevolking moet het aankunnen wat er allemaal gaat komen straks. Ja. En als mensen niet een beetje afstand doen van de huidige situatie, van wat ze gewend zijn, dan kan de nieuwe situatie nog niet komen. Dat is nou eenmaal hoe het werkt in het bewustzijn van mensen. Wat je zegt, de discussie komt niet meer op gang door onze kinderen. Maar, en misschien is het mijn beleving, ik merk dat er meer een discussie op gang is gekomen nu dat die evenementenbranche. Hè? Want ja. Wat hebben we het slecht? Wat worden wij slecht behandeld? Zo de flikker erop. Dan komt de horeca weer aan de beurt. Ja, zo de flikker op, waar was jij 1,5 jaar geleden dan? Ja, er moeten nog meer golven getriggerd worden voordat de hele samenleving blijkbaar boos wordt. En daar is dus zoveel voor nodig, mensen. Ik probeer, en dat is nu wel leuk in mijn vak, dat ik met sommige trainingen dan op de juiste momenten aanwezig mag zijn. En dan ga ik teams met leerkrachten ook echt proberen te triggeren en zeggen, nou, je gaat alle regelgeving gewoon accepteren en uitvoeren. Waar is dan jullie autonomie? Ja? Hoe kijken jullie er dan naar? Want hoe zie jij als professional? Jij bent verantwoordelijk om te zorgen voor het welzijn van kinderen. Hoe acteer jij op het moment dat jij het goed vindt dat er separatie ontstaat? Wel gevaccineerd, niet gevaccineerd. Die ouders mogen wel op school. Wat is dat voor voorbeeld? Daar heb je als leerkracht ook een voorbeeld in. En wat is dat dan? En heel veel mensen denken er dus niet over na. Op sommige momenten zie je mensen kijken naar elkaar, naar mij. Wat vind ik ervan? Ja, hallo. Ja, dit moet toch gewoon? Ja. En ik durf dan te zeggen, en ik weet niet of iedereen er altijd dus heel blij mee is, als ik kon werken met je team. Nee, maar wat vind jij ervan? Waar is jouw autonomie? Tuurlijk zijn er kaders, hè? Dat begrijp ik ook. Maar binnen die kaders, pak je autonomie. Ga kijken, wat past voor mij? En hoe ga ik het anders passend maken? Durf potverdorie een beetje rebels te zijn. Ja, er kan van alles gevraagd worden. Maar je kan ook meezeggen als team. Je kunt ook zeggen als school, als onderneming, als horecabedrijf. Ja, daar gaan we niet verder mee. Maar goed, daar gaat de kraan dicht, hè. Dat is het. Daar gaat de kraan van de fondsen en het geld dicht. En dan kom je er pas achter hoe vast we zitten. Maar goed, als dat het is en jij komt en ondernemen wat er ook, jij komt daarachter dat dat jouw trigger is om het maar te doen. Wat ben je dan voor een... Dat is voor de meeste mensen. En er zijn nog geen alternatieven. En daarom moeten we ook potverdorie vaart zetten op ons platform. Ja. Op de communities. Want dat is wat er nodig is. Er zijn alternatieven nodig, zodat mensen kunnen zien, oh, maar ik kan ook op een andere manier mijn ondernemingen, mijn dingen op gaan zetten in de samenleving. Zodat ik niet afhankelijk ben van een overheid die niet het beste voor heeft met mijn kinderen, met de gezondheid van mijn klanten, met mijn producten, in alles. Er moeten alternatieven komen. Ik zag gisteren toevallig een heel klein stukje op televisie, ik weet niet meer. Dat ging op André de Rieu. En André de Rieu die zegt van, luister, ik ga het najaar echt weer beginnen met een grote show. Maar ik ga niet doen met testen voor toegang. Ik ga het gewoon niet doen. Ik wil dat iedereen weer kan knuffelen en dat soort dingetjes meer. En dat had hij dan gezegd op televisie. Die man die is ook... ik denk dat financieel niet lekker gaat met dat bedrijf. En toen waren de presentatoren, die hadden dat gehoord. Oh, wat leuk, hè. Maar ik weet niet of dat gaat gebeuren. En toen zegt er een van die presentatoren, maar hij heeft toch staatssteun gehad?
dan moet die toch. Okay, ja, kijk. Oh, daar is die, hè? Daar is die. Zware manipulatie. Ja, echt heel lastig. Echt heel lastig. Dames en heren, het is geen staatssteun. Het is geen staatssteun. Het is steun van ons allemaal. De staat die en fuck you, denk ik dan. Goed zo, ja. Nou, maar dat is het ook echt. Je wordt in een positie gebracht, gemanoeuvreerd. En ja, het spel wordt gewoon hoog gespeeld. Maar het is tijd dat mensen het zien, want zo is het altijd geweest. Maar nogmaals, er moeten alternatieven komen. In onderwijs, in horeca, in alle lagen van de samenleving. Voordat we we willen ook geen parallele samenleving. Maar we willen wel dat we de juiste kant op gaan. En we gaan in deze systemen niet de juiste kant op. Nee. En dat is het andere verhaal voor alle ondernemers die denken van ja, maar dan gaat de geldkraan aan dicht en wat dan ook. Luister, straks heb je niks meer. Je hebt niks meer. Ze geven jou staatssteun. Die staatssteun, dames en heren, die kun je straks gewoon terugbetalen. Net zo makkelijk. Hebben ze je nu nog niet verteld? Zeker als jij niet mee gaat werken aan de regels die zij stellen. Ze brengen jou gigantisch financieel in de problemen. En straks heb je niks. Klaus zegt het namelijk zelf. You will own nothing and you will be happy about it. Er is geen toekomst in deze, in de kant waar de regering naartoe wil. Dat is geen toekomst. Ja, dat is zo'n toekomst. Dan ben je gewoon. Ja, wat ben je dan? Wat ben je dan? Maar dat is de oorlog waar we nu in zitten. Om te zien wie de slechte zijn en wie de goede zijn. En waar je aan gaat sluiten, wat wij willen voor ons eigen leven, voor onze kinderen, voor onze samenleving, voor de natuur, voor onze dieren. Ga goed voelen of je je daarin comfortabel voelt en durf te bedenken hoe het anders kan. Ja. Lastig. Echt lastig. Nou, precies. Kijk, maar wij roepen dit al, het wordt nog gekker. En staan nu aan de vooravond van hoe gek het zometeen gaat worden. Ja. Want ik denk ook serieus dat er veel mensen zullen overlijden door slechte weerstand. En waarschijnlijk ook mede door het vaccin wat sommigen toch gehad hebben. Sommigen hebben misschien een placebo gehad, maar sommigen hebben toch echt een vaccin gehad. Minder weerstand, sommigen hebben heel braaf iedere dag een mondkapje op gelopen. Veel binnen geweest, afstand gehouden. De immuunsysteem is tot een nulpunt gedaald. Er hoeft maar iets te gebeuren. Er hoeft maar een heel simpel griepje te komen en je bent de sjaak straks. En dat dus ook daar is gewoon meer educatie voor nodig. Om mensen weer het heft in eigen handen te kunnen laten nemen wat betreft gezondheid. En er zijn mogelijkheden. En er zijn nu nog plenty mogelijkheden. Plenty. En daarom is dit een korte video, want we hebben zometeen een gesprek. We gaan weer verder met onze mooie plannen. Ik zit volgende week ook in Amsterdam om een aantal programma's voor te bereiden die ook gaan over het verbeteren van je immuunsysteem. Mensen te ondersteunen die nog steeds last hebben van het virus dat ze wel hebben gehad. Corona, welk ander virus dan ook, die graag sterker willen worden. We gaan daadkrachtig, proactief mensen de tools geven om hun mind, body, spirit in lijn te brengen. Dus we zijn hard bezig op de achtergrond en binnenkort ook het land in. En, het gaat allemaal gebeuren, maar wij moeten ook even door de komkommertijd heen van augustus, hè? Jeetje, daar geven we maar even de schuld aan. Goed. We zijn inderdaad, wij willen naar een paar locaties misschien en we zijn eigenlijk op zoek naar drie grote locaties in Nederland. Verspreid in Nederland. Maar dat is ook een gedoe. Nou, dat is best wel lastig. Jeetje. Dus als er mensen kijken die ons graag op visite willen hebben, laat het weten. Ja, maar je moet wel een locatie hebben waar echt een paar honderd man in kunnen. Ja, jij denkt dat we veel visite krijgen. Ik zeg dat we 1000 man visite krijgen. Ik zeg dat we duizend man visite krijgen. Om iedereen te zien. We zijn van plan om een middag te organiseren op verschillende plekken. Ja. Om en een stuk elkaar te ontmoeten, verbinden, om ons platform uit te leggen, om een stukje wat meer uitleg te geven over autonomie, bewustzijn, hoe je echt wat sterker in je schoenen kunt blijven staan de komende tijd. Maar vooral om te verbinden, want wij willen ook wel graag zien en horen en voelen met wie we te maken hebben, wat we voor iedereen kunnen betekenen, want we willen graag een faciliterende rol aannemen.
Dus het is belangrijk voor ons om jullie te ontmoeten, om te horen wat die behoefte dan is. Ja, dus dat. Dus dat gaan we doen. Dus grote locaties zoeken we. Maar we zoeken dan ook, maar ik bedoel, ik zeg steeds, ik heb steeds 1000. Dat heb ik in mijn hoofd. Ik weet niet waarom. Gek, maar het lijkt me wel heel gezellig. Doen 10.000. Dat is ook goed. Nee, man. Nee, maar wel heel erg leuk. We zijn er klaar voor. En nou, kom maar op, dat is het. Ja. En als er iets is waar ik voor geboren ben, dan is het deze tijd. En om mensen omhoog te trekken, vooruit te helpen. En mijn kennis dit te delen, daar leef ik voor. Dus, ja. Nee, precies. Maar en dat gezegd hebben, wij merken de urgentie nu ook wel, zelf ook wel. Dat denk ik, verdomme, kom op nou. Wij worden ook, af en toe heb je het idee dat iemand of wat dan ook je tegenwerkt. Het zal wel allemaal iets anders zijn hoor, maar dat gevoel heb je dan in. Zou best kunnen. Maar we gaan gewoon door en wij geven ook niet op, geef thuis ook niet op. Nee. Blijf overeind, blijf sterk, blijf lachen. We zien elkaar snel weer. Nou, helemaal goed. Yes, tot de volgende keer. Veel liefde. Doei.